Goedemiddag is het nog, dames en heren. Hartstikke mooi dat ik nu eindelijk een keer aan Addy de bloemen uit mag reiken. Voor Man of the Match. We waren met een paar mensen bij elkaar. Er waren twee mensen die daarvoor in aanmerking kwamen. We werden gered door de bel. Voor jou zijn de bloemen. En van Fleurcentrum Blok. En van Joris een diner voor twee personen. Dankjewel. Dus je weet waar Joris is, hè? Iets moeilijker bereikbaar nu. Moeilijk bereikbaar. Met auto? Daar kun je komen, maar geniet ervan. Het is jou ontzettend gegund. En wat ik langs de zijlijn steeds hoor, is allemachtig. Waar haalt hij die springtjes vandaan? Maar als ik zie wat voor energiedrankjes jij neemt, ja, dan moet je het ook wel doen. Van harte gefeliciteerd. Nogmaals, mag ik jou vragen hier even te blijven? Assen, ik wil jou graag hier even hebben. Ik was enthousiast langs de lijn. Ik zeg, Hattrick, je moet Assen de bal geven. Ja, jeetje, die Nunspeters meteen. Weet je wel wat dat kost? Dat viel op zich wel mee, maar ik moest even wat regelen. We hebben een speciale bal. In combinatie met onze sponsor. Als ik met handschrift erop zet, Nunspeet tegen Epe, dan weet je absoluut niet meer wat er staat. Ik hoop dat je het zelf doet. En de stand met jouw drie doelpunten. Van harte gefeliciteerd. En deze is jouw eigen. Go! Nou, Emiel, kom ook even. Aan Emiel waren op het veld zijn de bloemen al uitgereikt. En nogmaals even de aandacht erop. Jongens, hij heeft ook al 100 wedstrijden voor Nunspeet op zitten. Nu zelfs 101. Dus ook bij deze, bedankt namens de supporters en gefeliciteerd. Ga op weg naar de 200. En dan nu op naar de volgende wedstrijd, na de Pasen. Pak AGOVV.